hier treiningsleider Nijmegen over? Hier de machinist van trein 3136. Ik heb een aanrijding gehad bij Elst en ik sta nu stil bij kilometer 8.0 over. Meester, u heeft een aanrijding gehad bij Elst en staat stil bij kilometer 8.0. Waar heeft u die aanrijding precies gehad en waarmee over? Het was op een overweg, net naar Elst, kilometer 8.6, met een brommer over. U heeft een aanrijding gehad met een brommer bij kilometer 8.6. Weet u of er slachtoffers zijn over? Er zat in ieder geval één persoon op en ik heb hem zeker geraakt. De conducteur die is nu op onderzoek uit, over. Eén persoon op de brommer, u heeft hem zeker geraakt. HC is op onderzoek uit. Hoe gaat het met u over? Het gaat wel. Het is niet de eerste keer dat ik het meemaak. Dus naar omstandigheden, ja, gaat wel goed, over. Oké, meester. Ik ga nu alarmeren. De hulpdiensten worden in kennis gesteld. Die komen zo snel mogelijk die kant op en sluiten. Hier trainingsleider Nijmegen. Hij heeft zojuist een aanrijding plaatsgevonden tussen Arnhem en Elst met kilometer 8.6. Alle machinisten op het baanvak, zet uw trein stil. Trekoffers met Otto. Hier trainingsleider Nijmegen. Zojuist heeft trein 3136 een aanrijding gehad met een brommer op de overweg 8.6 te Elst op het baanvak Elst richting Arnhem. De trein staat nu stil bij kilometer 8.0. Er is in ieder geval één slachtoffer waarvan de status nog onbekend is. De HC is nog op onderzoek uit. Er zijn nog twee treinen op de baan, de 52401, een meettrein in de richting Arnhem, die verlaat zo het baanvak. En we hebben nog een gestrande trein, de 3637. Die staat langs het perron te Arnhem-Zuid, richting Elst. Deze laat ik zo terugkeren naar Arnhem. Dus ik heb beide sporen Arnhem richting Elst buiten gebruik genomen. Dat is een duidelijk verhaal. Trein 3136 in aanrijding met een brommer op de overweg 8.6 in Elst. En de situatie van het slachtoffer is niet bekend. Er is één gestrande trein, de 3637 in Arnhem-Zuid. En deze laag ga je terughalen naar Arnhem. En je hebt beide sporen buiten gebruik genomen. Ik ga dit meteen door alarmeren. Oké, dankjewel. Hoi Rick, hoorde van de aanrijding 3136, 3637 terug naar Arnhem. Hier heb je de versperringsmaatregel. Dus ja. Dat even op. Duidelijk, ja? Dankjewel. Dames en heren, door een aanrijding met een persoon is er geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Nijmegen. NS zet bussen in tussen Arnhem en Nijmegen. Houdt u rekening met een langere reistijd. De trein is naar Nijmegen over. Hier nogmaals de machinist van trein 3136. Ik heb net van de HC te horen gekregen dat het slachtoffer, een man, nog leeft. En hij ligt rechts in de rijrichting, in de berm, bij kilometer 8.6. Net voorbij de overweg en hij is heel zwaar gewond over. U heeft van de HC te horen gekregen dat het slachtoffer nog leeft. In de berm ligt bij kilometer 8.6 rechts in de rijrichting en zwaar gewond is over. Dat is correct, over. Oké, dank u wel, meester. Ik ga doorgeven en sluiten. Trekoffers met Otto. Hier, treiningsleider Nijmegen. Ik heb nadere informatie over de toestand van het slachtoffer van de aanrijding met kilometer 8.6 in Elst. Het slachtoffer is een man, leeft nog maar zwaar gewond. Hij ligt bij kilometer 8.6 rechts van het spoor in de berm. Gezien vanuit de richting Elst naar Arnhem. Oké, het slachtoffer bij Elst leeft nog en is zwaar gewond. Het ligt rechts van het spoor bij kilometer 8.6. Als je kijkt van de richting Elst naar Arnhem. Dat is prima, dat gaan we meteen doorgeven. Bedankt. Oké, jou ook bedankt. Ovi Noord met Jan. De trainingsleider Nijmegen, het Rijk, heeft een aanrijding plaatsgevonden met een brommer op overweg 8.6 te Elst. Een aanrijding op overweg 8.6 in Elst. Ik stuur een monteur ter plaatse om de overweg op werking te controleren. Het RVO-nummer is 8080-7134. 8080-7134, dankjewel. Hier treiningsleider Nijmegen over. Ja, hier bij algemeen leider. Ik heb doorgekregen dat je een aanrijding hebt met een brommer op overweg 8.6. Het slachtoffer leeft nog en je hebt één gestrande trein, de 3637, de Arnhem-Zuid. Klopt dat?
Dat klopt, trein 3637 staat bij Arnhem-Zuid. Die gaat terug naar Arnhem. Ik heb beide sporen Arnhem-Elst buiten gebruik genomen. Klopt, ik heb van de back-office vernomen dat je trein 3637 terughaalt richting Arnhem. En beide sporen zijn buiten gebruik. Ik ga ter plaatse, want ik ben toch in Arnhem. En heb je het OB al geïnformeerd voor de overweg? Jazeker, monteurs zijn onderweg. RVO-nummer is 8080-7134, over. Helemaal genoteerd. Als ik meer weet, bel ik je terug. Heb jij nieuws, bel je mij. Gaan we doen, dankjewel. Dat is helemaal begrepen, Bert. De sporen zijn weer vrij en onbelemmerd voor de treindienstleider. Hulpdiensten zijn weg, ongevalstrein is van de baan. De overweg is gecontroleerd op juiste werking. Dan gaan we het treinverkeer weer opstarten. Bedankt voor de samenwerking.